Ze is eigenlijk wijd en zijd bekend. En vandaag, op deze vrijdag, ja, neemt ze eigenlijk een klein beetje afscheid van Ellie en de Minima's. 10 jaar geleden, mevrouw Vronen, is dit ontstaan. Ja, hoe is dit eigenlijk in zijn werk gegaan eigenlijk? Dat is wel belangrijk. Hoe is dit nou eigenlijk begonnen? Het verhaal is begonnen doordat ik een site had met spelletjes en al. En dat op een gegeven moment mijn buurvrouw zei van god, ik heb iemand die in de schuldsanering ingaat en heeft geen eten en heeft niks. Toen ik zei van wat is schuldsanering, daar kon niemand mij wat vertellen. En op een gegeven moment ben ik in aanraking gekomen met die mensen. En die hadden geen eten, die hadden geen meubels. En ik denk, nou, ik vraag het gewoon. Dus ik heb daar gevraagd op de site. En ik kreeg heel veel reacties. En de mensen gaven eten en al. Tot ik eigenlijk allemaal mailtjes binnenkreeg. Maar ik heb ook honger. Ik zeg, hoezo honger? Ja, ik heb geen eten en ik zit ook in de schuldsanering. Ik zeg, maar wat is dan schuldsanering? Nou, daar ben ik door heel veel uitzoeken en dingetjes gaan natrekken, ben ik erachter gekomen wat schuldsanering is. En toen dacht ik, ja, daar zijn mensen die toch minima zijn, denk ik. Want het woordje minima had nog niemand van gehoord. Dus ik denk, nou, dan noem ik het maar minima. Want als je zat te eten hebt, dan zit jij niet in de minima. En minima is gewoon dat heel minderheid. En zo ben ik eigenlijk een site op gaan zetten. En van het een naar het ander kwam eigenlijk dat het steeds groter werd en groter werd. En toen ben ik eigenlijk naar heel veel regio's uitgebreid. En inmiddels hebben we 11 regio's. In het dat is, ja. Maar dat is wel wat u nu vertelt. Hè? Want bent u dan zelf een ervaringsdeskundige? Dus bent u dan zelf ook iemand die eigenlijk in de minima zat? Nee, ik ben zelf gelukkig geen minima. En wij zijn geen minima. En ik help heel graag minima's, omdat ik dus heel veel gedoneerd krijg. Ik heb echt zoveel sponsors eigenlijk om me heen. Zowel kwekerijen in Gemert, in Asten, in Heusden. Ik heb sponsors in Eindhoven. Ik heb vaste bakker die ik al 10 jaar heb. Ik heb zoveel vaste sponsors waar ik super trots op ben. En die ik allemaal eigenlijk wil bedanken. Dat die allemaal nog steeds de inzet geven om iedere week mijn groenten, mijn eten. De sponsors van de particuliere mensen. De minima zelf sponsoren eigenlijk alles mee. Want dan hebben ze kleding over en zeggen, kunnen wij jou daar blij mee maken? Ja, natuurlijk kunnen ze ons blij mee maken. Tot de speelgoed, eigenlijk alles doen we. We doen kleding, speelgoed, eigenlijk alles. Alles is welkom. Alleen, ik heb het 5 jaar alleen gedaan en toen kwam Mirel en die zegt, god, misschien kan ik iets voor jou betekenen. En die is mij gaan helpen en zo is het eigenlijk steeds en steeds groter geworden.